Ja, als normaal begaafde vrouw bot je al tegen het glazen plafond. Als je dan ook nog een keer een hoogbehaafde, sneldenkende, als je het woord nog niet graag hoort, vrouw bent, dan is dat glazen plafond, hangt dat ook nog een keer 10 keer te laag voor jou. En dan heb je 2 opties. Oftewel, pas je jou aan en voel je diep van binnen een honger die je dan elders wel probeert te stillen. Maar kan je eigenlijk jouw vol potentieel niet bereiken. Oftewel, ben je het type die dwars door dat plafond knalt en dan vooral gepercipieerd wordt als een harde tante die eigenlijk geen rekening houdt met de gevoelens van anderen. In beide gevallen heb ik wel iets waar je als hoogbehaafde mee aan de slag kan. Ik zelf ben natuurlijk geen vrouw, no problem there, maar ik begrijp, en we hebben ook al veel klanten tegengekomen, vrouwelijke klanten dan, die situatie hebben. En die of onder een niveau presteren, of op niveau presteren, maar dan ook wel niet echt weer gelukkig worden, omdat de samenwerking met hun mensen en collega's nogal een keer wat wringt. Dan is de bootcamp die ik ga doen voor de week van de hoogbegaafdheid misschien een heel interessante om naar te kijken. Omdat ik zelf door een reeks tools die ik heb leren kennen door de jaren heen en gecombineerd met de kennis van de hoogbegaafdheid eigenlijk een methode ontwikkeld heb die eigenlijk zorgt dat je op een heel authentieke manier toch rekening kunt houden met anderen, toch kunt groeien. En eigenlijk zijn de basis toolset is een boek dat op zich niks te zien heeft met hoogbehaafdheid, alhoewel ik wel denk dat de schrijver hoogbehaafd was, want hij is al overleden. Maar er is eigenlijk een boek die mij al getriggerd had van voordat ik wist dat ik hoogbehaafd was. En dat is The 7 Habits of Highly Effective People. Dat boek heb ik leren kennen dankzij een coach toen ik in een burn-out zat. Maar terwijl wel in een beweging was geraakt op het werk naar een functie die ik eigenlijk daarvoor niet zou kunnen geloven dat ik zelf zou aankunnen. Maar dat ik mede dankzij die coach toch voluit voor gegaan ben. En dat boek gaan we als basis nemen voor de bootcamp. En gaan we combineren met een aantal hoogbehaafdheidsmodellen en een aantal andere methodes. Om te zorgen dat je in 1 dag toch al een toolset aangereikt krijgt. Waarmee je kan experimenteren. Voor alle duidelijkheid, het is geen quick win program. Het is niet dat je 10 stappen krijgt en als je die volgt, zijn je gelukkig voor de rest van je leven. Het is heel hard maatwerk bij hoogbehaafden. Dat wil dus zeggen, zowel op dit traject als op alle groepstrajecten en individuele trajecten, gaan we echt de toolkist opentrekken. Tips geven, tools aanreiken, maar het is dan jij die zelf daarmee aan de slag moet gaan, dat moet combineren en moet experimenteren om tot net die mix te komen van tools die het dichtst bij je authentieke ik staan, om op die manier echt de grote sprong vooruit te maken, professioneel en ook privé. Het is heel belangrijk van authentiek jezelf te kunnen zijn in al je rollen. Professioneel mag je dan wel andere verantwoordelijkheden hebben, maar jouw waarde, jouw 1,0 kilometer in 13 minuten 49 seconden, gemiddeld tempo 13 minuten 47 seconden per kilometer. Hoe authentieker dat je kan functioneren in al die rollen, hoe eenvoudiger het ook is voor een stuk om stappen vooruit te zetten, omdat je niet moet nadenken, maar in die rol en daar ga ik eigenlijk die stijl moeten hanteren, want anders ga ik conflicten hebben. Zo werkt het niet. Dus ben je geïnteresseerd om in contact te komen met ontwikkelingsgelijken, een stuk tools aangereikt te krijgen waar al veel van onze klanten mee geholpen zijn en ook ervaringen uitwisselen met elkaar, want er is wel een kader dat ik voorzien heb voor die sessie, net zoals ik ook voor het langgroepstraject wel een kader voorziet. Maar elke sessie is al uniek geweest. Het is vrij rap geschakeld op maat van de mensen in de zaal. Gewoon voor het simpele feit dat het veel leuker is om met praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan en van daaruit naar de concepten en de modellen te groeien dan puur vanuit de concepten uitleg te geven. Ik wil eigenlijk zeggen, als je een ervaring kan delen en op basis van die ervaring kan
kunnen we samen gaan kijken om daar met een andere bril naar te kijken. En er bestaan effectief al een paar blikken op dezelfde uitdaging. Dan ga je zien dat je dat veel beter gaat blijven plakken. Dat je daar veel beter mee aan de slag kan erachter dan als je nu gewoon theoretisch de boek leest, de stappen leest en dan probeert dat toe te passen. Het is echt een maatwerkmix. Superleuk, doe ik super graag. Super pittig. Ik moet erachter wel altijd een paar dagen recupereren van zo'n sessies. Maar het geeft zo'n goed gevoel van te zien dat je kan groeien, dat je stappen vooruit kan zetten. Dat er voor sommige mensen ook wel een boost van hoop terug wordt gegeven. Sommigen zijn dan echt wel een beetje in de put als het gaat over het hoogbegaafd zijn en authentiek kunnen zijn. Weet dan dat zo niet hoeft te zijn. Zoals je ziet is het wat grijs vandaag, maar ik zie eigenlijk elke dag wel de zon schijnen. Ik zie elke dag wel de opportuniteiten en een tegenslag. Ja, een tegenslag is eigenlijk altijd een leermoment. Je moet die emoties terecht een plaats geven, die mogen er zijn. En het is ook heel belangrijker dan een les uit te trekken, er iets uit te leren om te kijken dat je de volgende keer... Dat het iets vlotter gaat, dat het beter loopt. Dus ben je geïnteresseerd in dit traject? Of twijfel je gelijk hoe? Het is mijn intakegesprek, dus er is eigenlijk nog geen risico als je op de knop klikt. Dan gaan we even online connecteren. En op basis van onze connectie kunnen we dan samen zien of dat dit misschien iets voor jou is om te doen. Hopelijk tot dan. Ik hoop ook een gezonde mix man-vrouw te hebben, want dat is ook nog een keer niks zo goed als genoeg perspectieven. Op een uitdaging die op de plank ligt. Doei!